BNP Paribas Fortis stelt voor. Jij was vroeger een vlieg. Ik zeg het niet. Ik zeg het niet om te beginnen, want als u zegt dat ik was vroeger een vlieg, alle die interview gaat over. Deze stuk van mijn leven. Ja, ik was vlieg voor Stad Brussel tijdens toch 15 jaar. Ja, ik heb begonnen als ik was 19 jaar oud en ik heb gestopt 3 of 4 jaar geleden, ja. En ik heb alles gedaan als vlieg. Ja. Dus ik, echt, ik was vlieg. Maar op een dag heb ik gedacht, oké, ik wil een film maken. Ik zou graag verhalen te vertellen. Dus ik heb begonnen om te schrijven. Ik was een schrijver voor andere regisseurs. En het was niet genoeg. En dan heb ik gedacht, oké, ik zal film maken. En het is misschien hetzelfde weg dat mijn gigolo nemen. Ze willen iets doen en ze zullen het doen. En dat is hoop en dat is volgens mij. Mijn vader was een zelfstandige. En we hebben altijd. Hij heeft altijd gezegd dat u moet werken. En als u wilt iets, u moet voor deze iets zoeken. U moet gaan deze dingen zoeken. Hij komt uit Marokko, dus hij heeft zijn familie achterlaten in Marokko en hij heeft deze grote reis tot België om een nieuw leven te beginnen. Dat is een heel belangrijk voorbeeld voor mij en ik denk voor iedereen die wil iets doen van zijn leven. Je wilt iets doen, doet het. Dat is het boodschap in de film. Ja. En deze 3 jongen, die willen iets doen. Die willen alleen maar een snack open. Oké, ze behoorden gigolo's. Het is misschien niet een goed idee, maar ze proberen iets. En ik denk dat deze boodschap is belangrijk. Ze proberen iets. Ze zijn niet hier zitten aan het wachten voor iemand die zal iets aan hun geven. Ze proberen. Dat is het juiste woord. Ze proberen. Als je probeert, ik denk dat je zal op een dag wat je wilt krijgen als je probeert. Alles over de Belgische cinema op cinevox.be.